Hartelijk welkom en fijn dat u tijd vrijmaakt voor deze deep dive om inspiratie te krijgen en om nog beter geïnformeerd te zijn over hoe we ervoor staan met onze economie, met ondernemen en de arbeidsmarkt. Ik ben Margreet Spijker, ik ben presentator van nieuwsprogramma's en ik ben gevraagd om bij dit webinar de vragen te namens u. Dus mocht er een vraag oppoppen, dan gebruik ik heel graag de chatfunctie van deze Zoom. En dan kan ik hem hier zien en hem doorgeven aan de sprekers hier aan tafel. Stel je nou toch eens voor, hè, dat wij 10 jaar geleden hadden bedacht, ja, misschien komt er ooit wel eens een pandemie. Dan hadden we misschien wel bedacht dat we noodziekenhuizen nodig hadden in de regio. En een heel bataljon aan verpleegkundigen die we dan zouden blijven contracteren. En die dan eens per jaar een opfriscursus IC zouden kunnen krijgen. En misschien hadden we dan ook wel een hele slimme app bedacht. Of hadden we bedacht dat de grondstoffen uit Europa moeten komen in plaats van uit China. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit is dat we met hele andere dingen bezig waren die ook al onze aandacht vergden. Zoals de kredietcrisis, de financiële crisis, de Brexit. Nou, voordat u denkt, gaan ze alleen maar over crisis hebben? Nee, juist niet. Juist anticiperen op hoe het goed kan blijven gaan en hoe je gezond blijft. Daar zal het vandaag over gaan. Ik vind dat we echt hele inspirerende gasten aan tafel hebben, waar ik ook heel trots op ben. En een van hen was gisteren ook al heel erg in de weer met het jaarbericht. Het jaarbericht van het MKB is door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap aangeboden. De staat van het MKB, zo heet het jaarbericht, aan de demissionair minister Stef Blok. Er is heel hard aan gewerkt om precies te weten van hoe we er op dit moment voor staan. En ook is dit verschenen vol met mooie interviews met ondernemers die weten wat er in Nederland speelt. Mensen die zich bezighouden met presteren op de lange termijn. Straks schuift ook aan, en dat zal zijn op deze plek, want vanwege corona hebben wij een beperkt aantal plaatsen, een derde gast. Maar eerst de mensen die u hier al zag zitten. Dat is Meini Prins, ook lid van dat Nederlands Comité voor Ondernemerschap. U bent zelf ook CEO en misschien kennen ze u ook wel, want u was ooit de zakenvrouw van het jaar. En vooral bent u bezig met missies op wereldniveau. Zo is het. En Peter Hein van Mulligen, die kennen we natuurlijk als hoofdeconoom van het CBS. Die praat ons heel vaak bij op televisie en op de radio. We zijn heel blij dat je ook voor ons, voor dit webinar, ook cijfers op een rijtje hebt gezet. En straks hebben we een kleine stoelendans. En dan schuift aan professor Justin Jansen. En ik vind het heel leuk dat hij als hoogleraar ondernemerschap in Rotterdam bij het Erasmus, door persbureau Reuters, waar journalisten als ik heel veel mee te maken hebben, is aangewezen als een van de meest invloedrijke wetenschappelijke geesten ter wereld. Dus ik zou zeggen, we boffen dat we met deze mensen hier in gesprek kunnen, dus ook via de chat. Voor alles uit willen we weten hoe wij er nu voor staan met de economie. Hoe is het in het hier en nu, wat natuurlijk door coronamaatregelen weliswaar nog steeds niet helemaal helder blijft tot op het moment van vandaag. Maar er is natuurlijk wel een tendens zichtbaar. Peter Hein van Mulligen, fijn als jij ons kan bijpraten over wat wij kunnen weten over het hier en nu en ondernemen. Ja, dankjewel, Margreet. Nou, veel staat nu nog steeds uiteraard in het teken van corona. De oplopende besmettingscijfers laten dat ook wel zien. Dus veel van wat ik laat zien, speelt corona ook een rol in. Wat betekent dat voor ondernemers in het MKB? Bijvoorbeeld met zaken als het oplopende personeelstekort. Wat verwachten ze zelf van de impact van corona het komende jaar? Maar eerst ga ik even kijken naar het totaal economisch beeld. En dat is toch heel relevant, ook zeker voor het MKB. Want we moeten niet vergeten dat het Nederlandse MKB goed is voor 63% van de totale economie. En meer dan 70% van de totale werkgelegenheid. Dus als je het over het MKB hebt, heb je het eigenlijk over de Nederlandse economie. En vice versa. Er zijn afgelopen dinsdag recente cijfers naar buiten gebracht over het derde kwartaal. En dat ziet u hier, dat is de omvang van het bruto binnenlands product in Nederland. Het afgelopen anderhalf jaar was dat echt een beetje een achtbaan, maar de laatste kwartalen is het verrassend hard weer gegroeid en zit de Nederlandse economie nu voor het eerst weer boven het niveau van voor corona.
En dat hadden we ruim anderhalf jaar geleden, toen corona in Nederland aankwam, niet kunnen denken. De grootste doemscenario's lagen toen al klaar. En dat Nederland zo snel eruit zou komen, dat had toen niemand kunnen denken. Ikzelf in ieder geval niet. Dat het nu weer beter gaat dan voor de crisis, dat geldt niet overal. Dat zie je bijvoorbeeld bij de consumptie van huishoudens. Die heeft een behoorlijke tik gehad. Het afgelopen kwartaal was dit wel de categorie van het BBP die zorgde voor het sterke herstel. Maar nog steeds zit dat onder het niveau van voor de crisis. U ziet ook hier dat het een paar keer op en neer is gegaan. En een van de bedrijfstakken waar het hardst duidelijkst gevoeld wordt, dat is bij cultuur en recreatie. Dat is van alle bedrijfstakken verreweg de zwaarst getroffen sector. Veel aandacht gaat naar de horeca. Dat is ook logisch, want het is ook een heel zwaar getroffen sector. Maar de pijn in de cultuur en recreatie is nog veel groter, omdat het juist plekken zijn waar heel veel mensen tegelijk bij elkaar komen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat was niet zo'n goed idee in tijden van corona. Zeker niet toen er nog geen vaccins waren. Dus dat is een sector die het afgelopen kwartaal wel is gegroeid, maar nog steeds ver onder het niveau van voor corona ligt. Dus het economisch nieuws is onder de streep positief. Er zijn wel hele grote verschillen. Maar het meest opvallende van de crisis van de afgelopen anderhalf jaar is toch wel waarschijnlijk het nieuws op de arbeidsmarkt. U heeft deze grafiek waarschijnlijk allemaal wel een keer gezien. Dat gaat over de krapte die heerst op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor iedere 100 werklozen in Nederland zijn er inmiddels 126 vacatures. Nou, en zo'n disbalans op die arbeidsmarkt, die hebben we sinds begin jaren 70 niet gezien. En dit is alleen nog maar het macrocijfer, die 126. Ja, dat zegt nog niks over de match die er is. Die mensen die nu werkloos zijn, dat zullen lang niet altijd de mensen zijn die beschikken over de competenties die gezocht worden in die vacatures. Ik vertelde zo meteen meer over hoe dat voor de afzonderlijke bedrijfsgroepen in het MKB eruit ziet. Maar dit totaalbeeld geeft al een beetje een indicatie van hoe oververhit de Nederlandse arbeidsmarkt op dit moment is. Nou, corona, een van de dingen die vaak wordt gezien, dat is een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het feit dat die Nederlandse economie vrij snel weer terug is gekomen op het oude niveau. Dat zijn de steunmaatregelen. Dat is een belangrijk verschil met de financiële crisis van 2008. Toen waren dat soort maatregelen niet. Het aantal faillissementen liep enorm op, ook het aantal werklozen. Dat gebeurde nu allemaal niet. Kijken we even naar de meest actuele stand. En dat is bijna tot aan het eind. Dat is de stand van 31 augustus. Ongeveer een maand voordat de steunmaatregelen tot een einde kwamen. Toen hadden in Nederland zo'n 210.000 bedrijven gebruik gemaakt van één of andere regeling. De NOW is de meest voorkomende, maar ook bijvoorbeeld de TVL is een veelgebruikte maatregel. Het zijn vooral bedrijven in het klein en middenbedrijf die daar gebruik van hebben gemaakt. Meer dan de helft van de bedrijven in die bedrijfsgrootte. En ook zijn er grote verschillen tussen de bedrijfstakken. Ik noemde al de horeca, cultuur, recreatie, maar ook bedrijven de persoonlijke dienstverlening. Denk aan kappers en dergelijke. Daar is veel gebruik gemaakt van die steunmaatregelen. En wat ook opvalt is dat het heel vaak jonge bedrijven zijn die daar veel vaker gebruik van hebben gemaakt dan bedrijven die al wat langer bestaan. Jonge bedrijven, dat zijn dan bedrijven die minder dan 3 jaar actief zijn. Vooral zij vrezen toch wel de gevolgen van corona voor hun omzet en hebben daardoor een steunmaatregel aangevraagd. Een belangrijk effect daarvan, en ik vertelde het net al even, is de grote daling van het aantal faillissementen. Ook bij het MKB. Wat u hier ziet is het aantal faillissementen bij het MKB in de business economy. In de jaren voor corona schommelde dat zo tussen de 700 en 800 faillissementen per kwartaal. Maar met de ingang van corona is dat echt gekelderd. En het laatste cijfer was dat het zelfs minder dan 300 faillissementen waren in één kwartaal. En dat is bijzonder weinig. Sowieso was het aantal faillissementen vlak voor corona al op een relatief laag niveau. Dus een verdere daling was al niet heel erg waarschijnlijk. Laat staan in een tijd waarin het met de economie afhankelijk juist heel slecht ging. Dus dit laat zien dat die steunmaatregelen bijzonder succesvol zijn geweest in het voorkomen van faillissementen van bedrijven. Maar, en daar heeft ook het Centraal Planbureau al op gewezen, het heeft waarschijnlijk ook geresulteerd in een onderdrukking van de onderliggende dynamiek in de Nederlandse economie. In normale tijden gaan bedrijven failliet. De mensen die daardoor hun baan kwijtraken vinden dan vaak bij een ander bedrijf wel weer werken.
dynamiek, die verdwijnt nu. Dus er zijn heel veel bedrijven die anders misschien die vrijgekomen arbeidskrachten hadden kunnen absorberen. Ja, die vinden dat nu niet, waardoor ook die steunmaatregelen en vooral het afnemend aantal faillissementen waarschijnlijk heeft gezorgd voor een toch incidentele toename van die krapte op de arbeidsmarkt. Daar gaan we het nu wat meer over hebben. U zag het totaalcijfer al van die 126 vacatures per 100 werklozen. Over het algemeen zijn bedrijven in het MKB, maar ook bij het grootbedrijf, erg optimistisch over hun personeelsverwachtingen. In de zin van, ze zijn van plan meer mensen aan te nemen. Wat u hier ziet, dat is het saldo tussen bedrijven die verwachten van ja, we gaan meer mensen aannemen, en bedrijven die zeggen van nou, ik ga mensen ontslaan. Dat is nu, met de stand voor het komend jaar, enorm positief. En ook nog veel groter dan het was vlak voor corona, toen niemand nog van het virus gehoord had. Deze enquête is in het begin van het vierde kwartaal afgenomen in oktober en vraagt naar de verwachtingen van ondernemers voor het komend jaar. En dan zie je dat er bij alle bedrijfsgroottes de verwachting is dat bedrijven toch heel veel meer mensen aannemen. Tegelijk ervaren diezelfde bedrijven ook heel veel krapte. Dat ziet u hier terug. Dus het percentage bedrijven dat zegt in diezelfde enquête dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. Zelfs in zo'n mate dat ze daarin worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten. Dat is bij bedrijven van alle groottes toegenomen. Maar vooral bij bedrijven in het middenbedrijf is dat op een record uitgekomen. Daar heeft inmiddels meer dan 1 op de 3 van alle bedrijven in die grote klasse echt last van het personeelstekort. Dat verschilt ook per bedrijfstak. Maar wat ook opvallend is, dat er bij sommige bedrijfstakken hele grote verschillen zijn tussen bedrijven in het middenbedrijf en bijvoorbeeld die in het kleinbedrijf. Kijk je naar de horeca, dan heeft meer dan de helft van de bedrijven in het middenbedrijf, dat is mensen, bedrijven van tussen de 50 en de 250 werknemers, zegt dat ze last hebben van een personeelstekort. Bij het kleinbedrijf, dat zijn bedrijven met minder dan 50 werknemers, is dat maar iets van 30%. Nog steeds fors, maar een opvallend groot verschil. En ook bij sommige andere bedrijfstakken die u hier ziet, zie je dat grote verschil tussen de ene kant het middenbedrijf en de andere kant het kleinbedrijf. Nou, we hebben bedrijven niet alleen gevraagd naar personeelstekorten. Dat is iets dat een standaardvraag is die in onze enquête zit. Daar kunt u ook in het rapport ook heel veel meer over lezen. Wat we deze enquêteperiode extra hebben gedaan, en soms stellen we dit soort extra vragen, is wat bedrijven nu verwachten dat impact zal zijn van corona voor het komend jaar en alles wat daarmee te maken heeft. Een belangrijk onderdeel daarvan is het hybride werken, waar heel veel bedrijven inmiddels de nodige ervaring mee hebben gehad. En dan blijkt dat een groot deel van de bedrijven verwacht dat dat hybride werken een blijvertje is. Ook na corona zullen ze dat blijven doen. Sommige bedrijven stimuleren dat wat meer dan anderen, maar heel veel bedrijven zeggen van ja, daar zit niks anders op. Dat geldt natuurlijk niet voor iedere bedrijfstak. In bijvoorbeeld de horeca of de vervoer of in de bouw is hybride werk wat minder mogelijk. Maar van de bedrijven waar hybride werken mogelijk is, verwacht 2 op de 3 bedrijven dat dat zal blijven. En daar zien we ook dat het grootbedrijf dat wat vaker verwacht dan het MKB en dat het ook daar meer gestimuleerd wordt. Wat betreft andere verwachtingen over de impact van corona, vragen we bedrijven wat zij daar zelf van verwachten. En één aspect dat er het vaakst genoemd wordt, dat zijn problemen bij leveranciers. Dat is ook iets dat we nu al terugzien in de cijfers. Dat zijn niet alleen verwachtingen, dat is ook gebaseerd op ervaringen. Vooral in de bouw is dat iets dat een grote rol speelt. Dat heel veel bouwbedrijven worden geconfronteerd, worden niet alleen met een tekort aan personeel, maar ook een tekort aan materialen, waardoor er minder gebouwd wordt. Ook delen van de industrie speelt dat al. Dus deze verwachtingen zijn ook daadwerkelijk gebaseerd op ervaringen die bedrijven al hebben. Ook andere gevolgen zien ze nog wel aankomen. Bijvoorbeeld klanten die zich toch anders gedragen, afnemers. En de mogelijke gevolgen van verdere maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Ik moet er nog even bij zeggen, deze enquête is dus afgenomen begin oktober. Dus nog voor de afkondiging van de nieuwe maatregelen waar we nu in zitten. Dus ik denk dat heel veel bedrijven zich nu al bevestigd zien in die verwachtingen. En het zou heel goed kunnen dat als we de enquête nu hadden gedaan, dat het percentage bedrijven dat dit had opgegeven nog wat hoger was geweest.
Nou, ik kan nog heel erg lang doorgaan over de inhoud van het rapport en al het economisch nieuws. Ik denk dat het beter is van niet, dus ik ga graag weer naar jou, Margreet. Dankjewel, Peter Hein. Je zei bij hybride werken, ja, er zit niks anders op. Zij zagen dus al wel zien gebeuren dat er weer nieuwe maatregelen nodig waren of dat dit zo zal blijven dat we voorzichtig moeten zijn. Of wat zagen zij dan aankomen? Nou ja, dat is nog ook los van corona, is de verwachting toch dat ook als corona eenmaal in ieder geval zodanig onder controle is dat het niet meer zo ontwrichtend is als het nu is. Dat corona niet meer de belangrijkste reden is om hybride te werken, dat toch zal blijven. Omdat heel veel medewerkers dat toch wel plezierig vinden. Bijvoorbeeld omdat ze het fijn vinden? Ja, dat je niet meer iedere dag op en neer hoeft te gaan naar je werk. Ik bedoel, laten we wel wezen, een reistijd, dat kan behoorlijk veel tijd kosten. Die je ook aan andere dingen kunt besteden. Die kun je nu in je werk besteden. Of, en brandstofprijzen. Precies. Dat is een voordeel in de ogen van ondernemers van corona, dat mogelijk wordt. Ja, niet voor iedereen. Hè. Bepaalde sectoren, werkt überhaupt niet. En je ziet er ook wel wat koudwatervrees is nog bij sommige bedrijven. Het lijkt erop dat MKB'ers toch wat meer moeite daarmee hebben dan grootbedrijven. Kan het ook best wel zijn dat die bij de grote bedrijven dat makkelijker te organiseren is, omdat er bepaalde investeringen soms voor nodig zijn, bijvoorbeeld telewerken. En ik kan me voorstellen dat vooral bij grootbedrijven dat soort maatregelen sowieso er al waren, zodat de overstap op hybride werken vrij naadloos ging. Bijvoorbeeld bij het CBS was dat zo, ook voor corona. Ja. Kon je al thuis werken, dus wat dat betreft zaten we in de gelukkige situatie dat vrij rimpeloos overkomt. Maar ja, zeker wat kleinere bedrijven zullen dat misschien niet altijd zo pasklaar hebben. En dat vergt dan toch een zekere investering om ervoor te zorgen dat kan. Dat kan, ja. Meini Prins heeft ook meegeluisterd. Het bedrijf, u komt van een familiebedrijf en bent inmiddels een CEO van een groot bedrijf geworden. Maar in het comité waar u deel van uitmaakt, zijn natuurlijk heel veel ondernemers die precies weten hoe dit binnenkomt, het verhaal. Ja. Dat je, dan hebben we het even niet over hybride werken, maar van dat arbeidstekort. Want dat is een heel belangrijk onderdeel uit dit rapport. Ja. Hebben mensen daar stress van? Oh, zeker. Ja? Ja, ik denk ook, het lijkt wel, want het is niet alleen, we zijn natuurlijk vanaf 2009, hè, voor ondernemers, zijn natuurlijk van crisis in crisis geduikeld, letterlijk. Wat je ook al aangaf aan het begin. Dus je krijgt ondertussen het gevoel dat we in een soort megatransitie zitten in deze wereld, waar we allemaal schijnbaar doorheen moeten. En we zitten nu in een soort crisis van grote tekorten. En of je nou hebt over tekort op arbeid, of op energie, of op componenten, of als je kijkt wat de staalprijs doet en glas. En dat is natuurlijk echt niet te geloven. Hè? Priva is een technologiebedrijf. Wij kopen ook componenten in. Nou, we hebben de hele wereld afgestruind op die speciale markten die er dan voor ontstaan. We hebben ook de hele wereld nodig inmiddels, hè? Voor onze producten. Om te kijken dat je maar alsjeblieft nog kan leveren. En ik denk dat degene die dachten van, oh, we hebben de coronacrisis overleefd. Want je zit dan in een sector die dan niet zo hard getroffen is, hè? Dus veel techbedrijven gingen natuurlijk gewoon door, hè? We hadden beperkingen op internationaal reizen. Maar ja, dus dat was even schrikken en slikken. Maar dat kon via internet, weet je, en via Teams werken en zo, dat ging dan allemaal nog wel. En zelfs op afstand technische ondersteuning leveren, dat ging dan nog wel. Maar dit, daar word je als bedrijf, word je dus behoorlijk mee geconfronteerd, dat je kostprijs gigantisch stijgt ineens. Dat moet allemaal maar door te belasten zijn, eventueel, om toch nog een beetje overeind te blijven, hè, in je groei. De stijgende prijzen, dat heeft natuurlijk ook mogelijke gevolgen. Ja, maar de grootste zorg is natuurlijk van, kan ik überhaupt wel leveren? Stel je voor dat je vanaf morgen gewoon geen computers meer uit kan leveren. Wat dat doet met je cijfers, dat is Het mooie is, want we hebben hier al eens eerder gezeten met Peter Hein. En toen dachten we ook, oh, wat staat ons te wachten? Wat gebeurt er? En je zei al in het begin van je presentatie van, ja, ik had het ook niet verwacht, dat het uiteindelijk zo goed uitpakt. Nee, dat klopt. Dat maakt deze crisis ook anders dan alle andere die we eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld die financiële crisis van de 2008. Ja. Dat was een zware crisis, een hele lange crisis. Maar heel veel patronen waren voor economen wel herkenbaar. Dat komt uit de financiële sector. Dat duurt altijd lang. Het leek wel een beetje op de crisis-depressie van de jaren 30. Daar is wat anders mee omgegaan. Maar
Afgezien van de zwaarte en de lengte daarvan leek het wel op eerdere economische crisis. Maar deze is nergens mee te vergelijken. Dat je eerst in een diep gat valt, daar veel sneller uit komt dan je denkt. Ja. Maar dat je dan ineens wordt geconfronteerd met tekorten. Wat vaak, in ieder geval, zo keken economen er tegenaan, als een soort van luxeprobleem wordt gezien. Hè. Daar wordt een te weinig vraag eerder als een groot probleem gezien. Maar nu hebben we te veel vraag. En dan krijg je arbeidstekorten. Dat kennen wij eigenlijk dus niet. Het is heel raar in deze situatie. Maar wel interessant voor economen, maar dus ook voor ondernemers. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het iets is wat niet meer. Dit gaat niet over. Weet je, soms lijkt het erop, hè, van coronacrisis. Het lijkt alsof het met coronacrisis te maken heeft gehad dat we nu in tekorten zitten. Maar wat als dat nou niet voorbij gaat? Dan ineens wordt het een nieuwe uitdaging die we als ondernemers zullen zien, waarbij we ook gaan snappen dat technologie en het juist digitaliseren gaat helpen om daar weer mee om te kunnen gaan. Dus het lijkt wel alsof het een nieuwe push is van ja, maar we moeten een keer door die transitie heen en toch gaan leren van wat brengt digitalisering dan precies? En moeten we toch niet wat meer gaan nadenken over robotica of zo? Weet je wel, of robots in mijn bedrijfsvoering? Of wat betekent dit allemaal? En die vind ik wel interessant. Dus wat doet dit nu? Weet je, misschien is dit net wel die zet die we toch even nodig hebben met z'n allen. We zullen er echt een keer doorheen moeten gaan. Ja. Maar is dat wat ondernemers, waar zij zich nu van bewust zijn, dat als dit de realiteit is, dat zij daar dan wat mee moeten? Ja, het is natuurlijk hartstikke lastig. Kijk, en Priva is dan zo'n bedrijf wat. Nee, wij zijn nu ondertussen met 600 mensen. Dus dat is geen MKB-bedrijf. Maar ja, er zijn meer bedrijven die met dezelfde problemen te maken hebben. Geen productie, precies. Aanvoer, een schaarste aan personeel. Ja. En wij, dan heb je de ruimte. Dus als je wat groter wordt, heb je wat meer ruimte. Is het ook hartstikke druk. En het is ook gewoon echt heel druk op dit moment. Gewoon buiten, hè, in ons werk en met klanten. Maar je hebt toch wat meer ruimte om even na te denken van wat betekent dat nou? Waar gaat dit naartoe? Wat betekent dit voor mijn bedrijf over een jaar en over 2 jaar en over 3 jaar? En veel verder hoef je tegenwoordig al bijna niet eens meer te kijken. Nee. Maar voor, als je natuurlijk met z'n 15e bent en voordat ik bij Priva ging werken, had ik ook een kleine bedrijf. Ja. Een grafisch ontwerpbureau met 20 man. Ja, dus wat dat betreft een heel representatief klein bedrijf, middenbedrijf, maar gegroeid naar een groot bedrijf. Dat kan. Dus dan moet je steeds maar weer anticiperen op wat er is. Ik zag gisteren nog een rapport van de Kamer van Koophandel. Dat er ook wel een beetje mentale problemen zijn bij het hele kleine deel dat last heeft gehouden. Ja. Wat merken we daarvan? Ja, er werd op een gegeven moment aangegeven, en dat hebben we ook besproken tijdens het comité, dat de eigen vermogenposities van het MKB, dat was goed. Weet je wat, dat was gegroeid, dat zag eigenlijk best wel goed uit. Ik denk dat we niet moeten onderschatten dat op het moment dat je natuurlijk in een crisissituatie zit en denkt, oké, we geven nu even niets meer uit, we moeten zorgen dat we dat potje, reserve, dat dat goed blijft. Maar daar zit natuurlijk ook nog iets achter van wat afgedwongen wordt door de banken, om überhaupt kredietvoorzieningen te kunnen krijgen. Dus je hebt natuurlijk ook een stuk eigen vermogen nodig. Dat is gewoon een percentage, dat is gewoon heel hard. Dus dat betekent, het gevolg daarvan is dat juist die ondernemers die zouden moeten blijven investeren en in innovatie en in digitalisering, dat eigenlijk gewoon niet kunnen. Weet je wel, die ruimte die is er niet. Dus je hebt je potje nodig. Is ook wat je nodig hebt om überhaupt bij de bank als gezond gezien te blijven. Weet je wel, maar er is voor de rest natuurlijk weinig ruimte. Ja. Dat is denk ik wel een zorg, ook in Nederland, hè, voor de komende jaren. Ja, want weten wij daar iets over? Over hoe de bedrijven, onze bedrijven, er nu financieel voor staan? Want het gaat nu goed, maar ze hebben eventjes op de blaren moeten zitten. En toen is het helemaal losgegaan met dit als resultaat. Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, zei vorige week, ja, ik zou niet meer willen spreken van steunmaatregelen. Hij vindt het compensatie en het zou de schade bij sommige bedrijven ook helemaal niet hebben gedekt. Nee. En voor het ene bedrijf is dat helemaal geen probleem, maar voor het andere bedrijf wel. Ja.
En wat hoor je daarover? Ja, afhankelijk natuurlijk heel erg afhankelijk van de sectoren waar je actief bent. Of je heel zwaar getroffen bent geweest of niet door de coronacrisis, dat bedoel je toch? Ja. Want technologiebedrijven, er zijn natuurlijk ook heel veel, die hebben natuurlijk gewoon prima gedraaid. Ja, dat bleek ook wel, hè? Precies, die investering in IT, was natuurlijk heel hoog. Die behoefte was er enorm. Ja. En wat je net zei, dat is ook wel de spijker op zijn kop. Dus dit soort schaarste, dat dwingt je ook als bedrijf om er anders tegenaan te kijken. Ja. En ook als samenleving als geheel te kijken van die IT-mogelijkheden die er zijn. Om die nu een keer echt te gaan gebruiken, want we kunnen ons niet meer permitteren dat niet meer te doen. Je hebt natuurlijk een stuk... Ik vind het wel een mooi moment om even naar de toekomst te gaan kijken. Want daar hadden we het eigenlijk nu over. Ja. Van, kunnen we vanuit deze situatie iets gaan doen om te anticiperen op de veranderende markt? Want dat zo is, blijkt wel uit het verhaal van Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom CBS. Dank voor de bijdrage. Ja, we gaan een kleine stoelendans hebben, dat ook vanwege corona, want we hadden je natuurlijk heel graag bij willen houden. Justin Jansen, ik ga me nog een keer aan u voorstellen. Hoogleraar ondernemerschap is hij aan de Rotterdam School of Management, zo zeg ik dat, academisch directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ja, meegeluisterd en heeft zelf ook een presentatie waar we heel graag naar gaan luisteren. Want we willen weten, wat is het vergezicht? Hoe kun je als ondernemer, je bent uit die crisis gekomen en je weet nog niet helemaal zeker hoe het de komende tijd gaat. Maar er moet iets gebeuren om gezond te blijven. Zeker, ja. Prestaties. En daar wil ik jullie graag in meenemen. Het gaat inderdaad over gezond blijven als ondernemer. Maar er is ook heel veel dynamiek. Als je kijkt naar het MKB, er werd net natuurlijk ook veel gesproken over het MKB, maar het MKB is eigenlijk heel divers. We gaan van ZZP'ers naar het middenbedrijf, kleinbedrijf, naar zoals Priva bijna het grootbedrijf. En al die ondernemers, de verschillende type ondernemers, hebben ook verschillende uitdagingen. En dat zien we ook terugkomen in ons onderzoek naar die dynamiek onder het MKB. We zien ook allerlei ontwikkelingen. We hebben net gesproken over de corona, maar naast corona zien we ook allerlei andere ontwikkelingen waar ondernemers een antwoord op moeten vinden. En dat is echt heel complex. We zien allerlei ontwikkelingen qua technologie, qua markten, nieuwe concurrenten met verdienmodellen die op de markt komen. En als MKB-ondernemer is het vaak best wel moeilijk om te begrijpen, ja, wat betekent dat nou voor mijn bedrijf? Wat betekent dat nou voor ons verdienmodel? En hoe kunnen we nou beter gaan aansluiten ook op de toekomst? Dus daar met name ook naar gekeken. Nou, als wij dan kijken naar groei, dan is voor ons groei breder eigenlijk dan alleen maar groter worden. We hebben net ook gehoord van Meini Prins dat groter worden zeker van belang is. Het zorgt voor slagkracht, het zorgt voor schaalvoordelen en het zorgt misschien ook wel voor meer ruimte om na te kunnen denken over de toekomst. Maar groter worden is één dimensie van groeien. Net als bij een mens is het niet alleen maar groter worden, maar ook slimmer en sterker. Waardoor je sneller kan ingrijpen en ook antwoord kan vinden op bepaalde veranderingen. Dus als wij het over groter worden hebben of groeien, dan bedoelen we eigenlijk gezond groeien. En gezond groeien betekent dat je met je bedrijf niet alleen maar met vandaag bezig bent, om vandaag je bedrijf te verbeteren, te versterken. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in de productiviteit die je verbetert binnen je bedrijf. Maar tegelijkertijd ben je eigenlijk ook bezig met morgen. Je investeert vandaag al in de activiteiten en in de toekomst voor je bedrijf voor morgen. En dat is eigenlijk gezond groeien. Want dat zorgt dat je vandaag actief bent, dat je proactief inspeelt en je organisatie verbetert. Maar tegelijkertijd ben je bezig met morgen. En ik begrijp ook meteen dat dit een enorme uitdaging is voor heel veel MKB-bedrijven. Zeker de iets kleinere bedrijven, omdat die toch vaak heel druk zijn. Antwoord proberen te vinden op alle uitdagingen die er zijn. Maar het is echt cruciaal om die ruimte en energie te vinden om ook met morgen bezig te zijn. Waarom? Omdat het belangrijk is, en daar zal ik dadelijk ook wat meer over vertellen, wat het ook betekent voor de resultaten van je bedrijf, als je in staat bent om dat te doen. Nog even teruggrijpen op gezond groeien. Ja, wat betekent dat? Ja, dat betekent eigenlijk dat je kunt groeien, wat ik zei, in termen van productiviteit. Aan de ene kant. Aan de andere kant kan je ook groeien in een aantal medewerkers. Dus echt het groter worden en daarmee ook de slagkracht van je organisatie te vergroten. Nou, we zien hier vier kwadranten. En het is misschien ook wel belangrijk om te weten, het kwadrant met name links onderin, als we kijken naar het MKB in Nederland, dan krimpt iets minder dan de helft van Nederlandse MKB-bedrijven. En ik heb het idee dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. En dat was eigenlijk al voor de uitbraak van de coronacrisis.
Hè, dus iets minder dan de helft van de MKB-bedrijven zijn eigenlijk niet gezond. Ze krimpen. Een kleine meerderheid groeit. En een kopgroep daarvan, ongeveer 5% van de Nederlandse MKB-bedrijven, groeit snel. En die zitten vaak ook rechtsbovenin. Die investeren in de productiviteitsverbetering, die investeren in digitalisering aan de ene kant, maar tegelijkertijd zoeken ze ook naar nieuwe groeikansen in de markt. Nou, wat levert dat dan op voor bedrijven? Nou, best wel veel. We zien echt dat de investeringen die je kunt doen, de energie die je als ondernemer kan stoppen in het nadenken over het verbeteren van de organisatie aan de ene kant, maar ook die groeikansen. Ja, dat betekent echt heel veel voor de lange, maar ook de korte termijn resultaten voor je bedrijf. Het zorgt er namelijk voor, zoals u hier kunt zien, is dat de toegevoegde waarde bijvoorbeeld door naar die nieuwe kansen te kijken en na te denken over hoe je de organisatie kan verbeteren, dat die echt sterk toeneemt. We zien hier 37%. Dat is echt heel belangrijk en dat betekent ook dat je daarmee het fundament legt eigenlijk voor de lange termijn voor je bedrijf. Je weet in staat te stellen om je aan te passen aan die omgeving, de klant goed te begrijpen en ook nieuwe proposities naar de markt te brengen. Tegelijkertijd zien we dat ook die investeringen die je doet zich terugvertalen in de winstgevendheid van MKB-bedrijven. Dus hoe meer je in staat bent om de productiviteit te vergroten en tegelijkertijd ook die nieuwe groeikansen aan te gaan als bedrijf zijnde, dat het een enorme invloed heeft op de winstgevendheid van je bedrijf, zoals u aan de rechterkant kunt zien. We zien al dat de winstgevendheid behoorlijk toeneemt door die investeringen te doen in de productiviteit, maar dat neemt nog verder toe als je dat ook samensmelt met nieuwe markten betreden. En waarom is dat nou zo van belang? Voor ons betekent dat niet dat dat ook een doel op zich zou moeten zijn om die winstgevendheid naar boven te krijgen, te verbeteren. Maar het zorgt voor cashflow. Het zorgt voor ruimte om ook weer te investeren in je bedrijf in de toekomst. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om dit te doen. We hoorden net ook met financiering soms moeilijk te krijgen voor MKB-ondernemingen. Dus als je de winstgevendheid kan vergroten als organisatie, zorg je ook gewoon voor meer vlees op de botten en mogelijkheden om te investeren in de toekomst. Echt heel belangrijk. Nou, wat we ook hebben gezien, en er werd net ook al gesproken over investeringen die worden gedaan in digitalisering, in technologieontwikkeling. Wij zien zeker ook het belang daarvan. Echt heel belangrijk om te blijven investeren en die ruimte te zoeken binnen je bedrijf om dat ook te doen. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, dat zijn de competenties en de vaardigheden van het leiderschapsteam, van de ondernemer, maar ook zijn of haar team binnen het bedrijf. Het grootste probleem wat we zien bij heel veel MKB-bedrijven is niet zozeer dat ze allerlei ontwikkelingen zien, maar met name die vertaalslag daarvan te begrijpen en te doorgronden. Wat betekent dat voor onze klant? Hoe gaat die in de toekomst zich gedragen? En hoe kunnen wij daar als bedrijf bij op aansluiten? Kunnen wij gaan experimenteren met nieuwe verdienmodellen? Als we kijken naar heel veel MKB-bedrijven, dan zitten daar dezelfde soort mensen die heel erg slim zijn, heel erg goed zijn, maar vaak gefocust op de operatie. En er zit minder competentie en vaardigheden als het gaat om het managen eigenlijk van innovatie. Het veranderen van de organisatie of ook het strategisch nadenken over de toekomst. Het is dus ook van belang om goed naar het leiderschapsteam te kijken binnen MKB-bedrijven en de vaardigheden die je nodig hebt om die vertaalslag te kunnen maken van de R&D-investeringen die worden gedaan in de markt. Nou, wat zien we daar specifiek echt naar boven komen? Dat gaat met name ook over de samenwerking die je kan bewerkstelligen met de klant tijdens de innovatieprocessen. Dus om goed na te denken van waar kunnen wij nu meer toegevoegde waarde bieden voor onze klant, en misschien niet alleen de klant van vandaag, maar met name ook de klant van de toekomst, dan zien we echt een heel belangrijk effect van die samenwerking en de co-creatie die MKB-bedrijven doen met hun klanten. Nou, wat houdt dat nou precies in? Waarom is dat nou zo belangrijk? Uiteindelijk kopen de klanten geen producten of diensten, maar ze zoeken naar oplossingen van hun problemen of de uitdagingen die ze hebben. En om goed te begrijpen als MKB-ondernemer van waar kan ik nou mijn klant beter helpen om de problemen op te lossen, is in een heel vroeg stadium in gesprek te gaan met je klant. Te begrijpen wat daar speelt. En misschien ook wel als je ideeën hebt voor nieuwe producten of diensten, experimenteer dan ook met je klant. Dat zien we bij succesvolle bedrijven echt terugkomen. Je kunt als MKB-bedrijf ook gaan samenwerken bijvoorbeeld met een grotere afnemer. Door te gaan experimenteren. Het kan ook zijn dat de afnemer, de grotere klant met wie je gaat samenwerken, ook een deel van het innovatieproces zou kunnen financieren. We zien dus ook dat die co-creatie met de klant
niet alleen maar binnen blijven als ondernemer, niet alleen maar intern blijven ontwikkelen, maar heel snel eigenlijk naar buiten gaan, feedback krijgen, dat het leervermogen van veel MKB-bedrijven echt sterk laat toenemen. Nou, wat daarmee samenhangt is ook internationalisering, een andere belangrijke factor. Overigens, om nog even terug te komen op mijn vorige opmerking over die samenwerking, we zien ook dat daar maar een heel klein deel van het MKB-bedrijf aan doet. Dus als je die stap wel gaat zetten, levert het ook heel veel op voor de individuele MKB-bedrijven, maar met name voor het MKB in zijn geheel. En hetzelfde geldt voor internationalisering. Ook dat speelt een hele belangrijke rol om die nieuwe groeimarkten in te kunnen gaan. Het zorgt natuurlijk voor nieuwe klanten, maar het zorgt ook voor nieuwe ideeën voor de eigen organisatie, voor producten en diensten. Nou, we hadden het net ook over de logistiek. Het zorgt ook, het gaat niet alleen om export, maar het gaat ook om import. Dus door die internationaliseringsslag te kunnen maken als MKB'er, ja, ben je ook in staat om allerlei nieuwe ideeën uit die nieuwe markten ook weer te gebruiken binnen je eigen organisatie. Nou, als laatste wat we hebben gedaan is, wat betekent dat nou precies? Welke stappen die ondernemers kunnen zetten en waar leidt het uiteindelijk toe? Nou, behoorlijk wat. We kunnen echt belangrijke stappen zetten als MKB in Nederland. We hebben gekeken hier bijvoorbeeld als we nou eens zorgen dat 10% van de Nederlandse MKB-bedrijven, en wij focussen ons hier op de MKB-bedrijven zonder de ZZP'ers, want daar hebben we helaas door de databeperking hier niet naar kunnen kijken. Maar als we nou eens zorgen dat 10% van die Nederlandse MKB-bedrijven, als we die gaan helpen, meer te gaan investeren en tijd te besteden in die samenwerking met de klant, de innovatie, maar ook de internationalisering, dan levert dat ons echt een substantiële toename in het aantal medewerkers, de toegevoegde waarde, maar ook de winstgevendheid van MKB. Dus laten we vooral ook eens nadenken, wat hebben we nodig in Nederland om deze stappen te kunnen gaan zetten voor een weerbaar en wendbaar MKB. Hartelijk dank, Justin Jansen. Ik heb meegeluisterd en me verplaatst in een ondernemer die nu denkt, ja, ik heb heel veel geld verloren in die coronacrisis. En ik krabbel nu op. Ik verdien nu weer geld. En dan heb ik de keuze. Ga ik dat geld apart zetten voor, ja, je weet maar nooit, bijna anticiperend op een angstscenario, of ga ik dat gebruiken voor investering? Wat is een gezond bedrijf? Hoe zie jij die verhouding tussen een buffer en investeringsgeld? Nou, dat is overigens ook een vraag die hier was binnengekomen. Ja, nou, ik denk dat een buffer natuurlijk heel belangrijk is. Dat zien we zeker met dit soort veranderingen, zoals een coronacrisis, die je gewoon niet aan kan zien komen. Hè. Dus zorgen voor inderdaad dat er wat vlees op die botten is. Maar zorgen voor, en dat hoeft niet altijd geld te zijn, dat er altijd richting die toekomst wordt gekeken als bedrijf zijn, als MKB-ondernemer. Ga ook die samenwerking aan met de klant. Hè. Dus daar hoef je in principe niet meteen te investeren, maar het geeft je wel allerlei ideeën. Het geeft je ook positieve energie gericht op die toekomst. En ik denk ook, hè, waar het gaat om financiering, je hoeft het ook niet altijd zelf te financieren, maar het geeft je wel goede ideeën. Hè. Ook als je naar potentiële financiers wil gaan, moet je echt zorgen dat je plannen ook goed zijn. Dat je goed begrijpt wat er speelt in de markt, waar die markt heen beweegt. Dus door die samenwerking ook aan te gaan, worden je ideeën en je plannen ook beter. En sta je waarschijnlijk ook sterker als het gaat om het binnenhalen van financiering. Oké, dus je hoeft helemaal niet te wachten tot al je geld weer terug is of je buffer weg is. Het is niet of, maar het is en. Behoud een buffer aan en ga dat gesprek aan. Ja. Ik heb gezien dat bijvoorbeeld in jouw bedrijf een waanzinnige app wordt gebruikt. Ik vond het heel wonderlijk, waarmee zelfs planten kunnen praten. Die kunnen zelf zeggen dorst. Heb jij dat op die manier gedaan? Ben jij met klanten gaan praten? Ja, ik denk sowieso, hè, bij digitaliseren is het natuurlijk allemaal heel vaag. En de grootste uitdaging zelf, dus toen wij door die digitale transitie heen gingen, wat ik heel bijzonder vond, was dat je vooral opnieuw moet ontdekken waar nou die nieuwe waarde ligt voor jouw klant. Dus het is toch heel anders. Als je een computer hebt en je verkoopt een computer, dan is dat een stuk hardware en er zit dan software in en dat heeft een prijs, weet je wel, en dat verkoop je. Als je ineens een service verkoopt, dan moet er een abonnement komen. Dan gaat die klant ineens iedere maand afwegen, bijvoorbeeld, heb ik nog wat aan die dienst? Of kan ik hem beter maar uitzetten? Dat doe je zelf ook op je mobiele telefoon. Hè? Je haalt een app op. Als die niet leuk is, dan gooi je hem eruit. Ja, zo gaan wij dus om met apps. Het is ongelooflijk belangrijk dat je dat echt samen met je klanten ontwikkelt.
om goed te snappen van waar zit nou die waarde. Maar wat weet de... Een klant kan van tevoren niet bedenken wat hij nodig heeft. Nee, hè? Dat klopt. Dus dan worden dan speciale, daar kan je speciale tools voor gebruiken. Hè? Dus even, hoe heet dat? Simpel een dashboardje maken. Hè? Dus, of een prototype bouwen via de 3D-printer of zo. Iets dergelijks. Oké, dus dan ga je het al gewoon visualiseren. Ja, ja, want daar zijn visueel maken, in gesprek gaan, feedback ophalen inderdaad. Van, klopt het een beetje met waar de klant aan denkt? En wat ook heel belangrijk is bij die digitale diensten, ik denk dat ook heel veel bedrijven in Nederland daartegen aanlopen. Dan heb je iets nieuws en dan lijkt het wel alsof de markt er niet op zit te wachten. En zeker niet als je van business naar business bent. Hè? Dus zitten jouw partners of dealers in de markt, zitten die wel te wachten op hetgene wat jij bedacht hebt? Precies, dat was ook soms inderdaad kan het ook zijn natuurlijk dat je als ondernemer denkt van nou, ik heb nou een briljant idee voor deze klantgroep. Maar dan ga je inderdaad in gesprek, dan ga je testen. En dan kan het zo zijn dat die klantgroep misschien juist niet die aansluiting zoekt die jij denkt te kunnen bieden. Dus het kan ook betekenen dat je zelf een bepaalde klantgroep in gedachten hebt. Maar door te gaan experimenteren kan het zijn dat het niet die klantgroep is, maar een andere. Andere, ja. Dus dat zie je heel veel ook met bij startups, wat kleine bedrijven die beginnen. Ja, die hebben een bepaald idee wat niet klopt. En ja, als je daar maar lang genoeg op blijft investeren, ja, dan wordt het probleem alleen maar groter. Hè? Dus zorg dat je heel snel die feedback krijgt en maak dan ook eventueel een switch naar andere klantgroepen. Ik heb een vraag binnengekregen. Ze vinden het een boeiende discussie, dat is fijn. Ik ben benieuwd, hoe zien jullie de rol van ondernemerschapsonderwijs en leven lang ontwikkelen om het MKB te helpen om die business te verbeteren? Want je kunt het dus, als je mazzel hebt, ben je zelf in staat om een mooie tool te maken en te denken, oh, ik ben daar handig in op de computer, kijk even, dit wil ik aanbieden. Maar sommige mensen zijn dat helemaal niet. Hoe makkelijk is het voor een ondernemer in Nederland om daar onderwijs in te krijgen, om hulp te krijgen? Nou, ik denk één, dat het heel belangrijk is. Hè, dus dat we in Nederland ook het onderwijssysteem veel meer gaan inrichten richting skills en competenties. In plaats van alleen maar kennisontwikkeling bij onze mensen of bij onze studenten. Kijk, wat ik zie bij de universiteit is dat we die kant ook op gaan. Hè. Dus we helpen onze studenten, we helpen alumni om bedrijven te beginnen. We begeleiden ze daarbij. We hebben ook alumni die investeren in bedrijfjes van studenten. En ik denk dat we ook moeten zorgen, en dat het zou wat mij betreft ook richting de overheid zijn, dat we meer kijken hoe kunnen we die ondernemer nou helpen in die stappen te zetten van oké, al die ontwikkelingen extern, wat kan ik daaraan doen? Kijk, op dit moment heb je hele generieke maatregelen met subsidies en dat soort zaken. Maar je wil inderdaad ze tools en technieken aanreiken, zodat ze ook die ondernemerschap Ja, want er zijn natuurlijk mensen die helemaal niet op de universiteit hebben gezeten en fantastische bedrijven hebben. Hè? Ze hebben het al op het mbo nodig of op het hbo ook. Ja, nou, daar kan je heel vroeg mee beginnen eigenlijk. Ja. Hè? Dus wat mij betreft beginnen we eigenlijk al op de basisschool. Op een hele leuke manier. Hè? Kan je een soort game-achtig iets maken, hè? Dat je kinderen al een beetje laat leren. Om na te denken, hey, wat zou ik kunnen doen om de creativiteit en de productiviteit te stimuleren. Wat mij betreft beginnen we daar al. Ja. Daar al. Ja. Mijnen zie je dat ook voor je? Wat zou je een kind op de basisschool kunnen leren, waardoor zij betere ondernemers van de toekomst zijn in theorie? Ja, ik denk, voor alle de collega's, hè, de mensen die werken in bedrijven, het liefst wil je natuurlijk dat die echt eigenaarschap nemen. En dat is wat ondernemers, weet je wel, ondernemerschapsonderwijs. Waar gaat het dan precies over? Dat is dat je snel initiatief neemt, dat je maar vooral ook je eigenaar voelt van hetgene wat je aan het doen bent. En dat is in de nieuwe cultuurverandering en de nieuwe manier van werken. We gaan meer naar zelfsturende teams toe. En dus dat is ook wel een beweging die je sowieso bij heel veel bedrijven ziet. Dat ook de inrichting van je bedrijf wordt iets anders. Zeker als je wil groeien, dan zal je veel meer het met elkaar moeten doen. Hè? Dus allemaal kleine ondernemers bij elkaar, bij wijze van spreken, geeft meer potentie tot groei dan dat het allemaal afhankelijk is van net die ene persoon die dat misschien wel in de weg gaat zitten op een gegeven moment. En dat is een andere manier van werken. En dat zou je natuurlijk heel goed kunnen faciliteren binnen het huidige onderwijsstelsel. En wat je wel ziet, is dat ondernemers ook samenwerken als het daarom gaat. Dus dat ondernemers zoeken en samen dit soort initiatieven hebben ontwikkeld. Dat zijn hele mooie voorbeelden van in Nederland, waarbij ze samen zeggen van, wij hebben
een stuk digitale kennis nodig bij onze collega's? Kunnen we dat niet met elkaar op gaan pakken? En dan krijg je veel meer learning on the job, hè? Dus dat je meer dat meestergezel krijgt in je bedrijf. En als je het met elkaar organiseert, dan is het al eerder wat. Dus niet beter meteen denken, oh, dat is een concurrent, dan ziet hij ook hoe dat kan. Maar nee, wel samenwerken, dan kom je verder. Als je, zeker als het een gedeeld belang is om dat te doen. Ja. Dus we willen allemaal op een gegeven moment dat we slimmer worden met computers of met automatisering. Precies. We moeten elkaar dus gedeeld? Ook helpen daarmee. Ook. Er is een vraag nog, en die was met name gericht op Justin. Want iemand had inderdaad de vraag gehoord van hoe dat een heel groot aantal ondernemers, ook al voor corona, aan het krimpen was. En tegelijkertijd houden die steunmaatregelen het aantal faillissementen historisch laag. Dat zei Peter Heijn van Mulligal al. Hoe gezond is dat en wat zijn jouw verwachtingen over de ontwikkeling van die bedrijven? Die dan niet gezond zijn, wat gaat daarmee gebeuren? Ja, je wilt natuurlijk kijken uiteindelijk met de ondersteuningsmaatregelen. Kijk, sommige sectoren die hebben gewoon geen keuze. Die moet je gewoon ondersteunen omdat je dicht moet als bedrijf zijn. Maar er worden nu inderdaad ook heel veel bedrijven ondersteund die het waarschijnlijk niet gered zouden hebben. Überhaupt ook zonder corona. Omdat die heel veel moeite ervaren om steeds aan te kunnen sluiten bij de nieuwe realiteit. Er is ook heel veel dynamiek. Maar wacht even hoor, als ik nou een bedrijf ben wat bijna failliet gaat en ik hoor dit. Is er dan nog hoop dat je dan alsnog, als je met klanten gaat praten en nieuwe tools gaat, dat je dan het roer kan omgooien? Nee, zeker. Dus als we even teruggaan naar die 2x2 matrix die we hadden gemaakt. Bedrijven die links onderin terechtkwamen. En dat vonden wij best wel opvallend. Van, nou, dat betekent eigenlijk einde verhaal. Maar dat was eigenlijk helemaal niet, want meer dan een derde van de bedrijven die links onderin komen, hè, dus krimpen, die zijn in staat om daar weer uit te komen. Fantastisch nieuws. Ja. Fantastisch nieuws. We moeten echt. Dus geef het niet op als je er nu zwak voor staat, zeg je dan eigenlijk. Ja, en heel veel. Vaak wordt er ook gezegd, van, nou, als de bedrijven eenmaal daar zitten, nou, dan kunnen we beter onze handen ervan afhouden. Maar onze cijfers laten eigenlijk zien, van, nee, daar zit nog heel veel potentieel. Hè? Ja. En soms begint het ook gewoon klein, inderdaad, van ga in gesprek met je klant. Ja. Ik vond ook wat jij zei wel heel mooi. Hè? Dus groeien doe je uiteindelijk ook samen. Dus probeer ook anderen binnen je bedrijf te betrekken bij dit soort processen. En als ondernemer zelf weet je het ook niet altijd natuurlijk. Hè? En hoe meer mensen je daarbij kan betrekken, hoe meer creativiteit ook loskomt binnen je bedrijf. En ownership ook. Ja. Ik vind echt dat we mogen best zuinig zijn op onze ondernemers in Nederland. Hè? Dat is ook, dat, als je het hebt over skills, dat is echt wel een vaardigheid. Hè? Je hebt wel bepaald lef nodig. Je moet daar er dan is een vraag over ook. Hè? Of je, want het gaat over onderwijs en hoe je aan goede ideeën kan komen. Nou, vraag je collega's ook en de klanten ook. Maar de vraag is of je, als je bereid bent om te groeien in productiviteit, omzet en personeel, of je ook wil of wat belangrijk is te investeren in je eigen management skills. Ja, en zeker als jij personeel nodig hebt, hoe blijf je een hele leuke werkgever waar iedereen voor wil werken. Hoe doe je dat? Is toch ook belangrijk, denk ik? Zeker, nee. Ja. Ja, dus we hebben het inderdaad heel erg in het investeren in talent, aantrekken van talent, wat nu ook heel moeilijk is. Dat hebben we net ook gezien. En ik denk eigenlijk dat veel ondernemers vergeten ook in zichzelf te investeren en in het team. Dus je moet ook daar durven investeren. Misschien soms ook wel eens mensen aannemen die juist helemaal niet op jou lijken. Want dat blijkt wel heel erg te werken. Vind ik een hele goede tip. Ja. Neem mensen aan die niet op jou lijken. Heb jij dat ook gedaan? Of denk je, nee, maar die heeft bij mij op school gezeten. Nee. Dus die vind ik tof. Die komt uit mijn woonplaats, die moeten we hebben. Ja, nee, lekker divers. Ja? Ja, mooie mix tussen wat ouder met veel ervaring en jonge mensen die nieuwe technologiekennis meebrengen. Het is gewoon ontzettend leuk als je dit, op een gegeven moment het kijken naar je eigen samenstellingen. Dus gewoon dus even kijken van oké, hoe is mijn samenstelling van mijn team vandaag? Zijn we allemaal zo tegen de 50 of daarboven? Of zit daar genoeg verjonging in? En dan wordt het heel lastig. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik dan dat jonge talent wat ik zoek, dat hij het ook leuk vindt om bij ons als team te komen werken. Terwijl je weet dat je ze wel nodig hebt. Hè? Je wil ook niet dat ze na een jaar of twee jaar weer weggaan omdat ze denken, dit was toch niet helemaal mijn piece of cake. Hè? Dat is best wel een. Dus je kan wel die aanzet maken. Dus juist wat Justin ook zegt, die mix van kijk goed naar waar sta je vandaag en hoe sta je erin.
Hoe gaan we talent werven en hoe zorgen we er ook vooral voor dat het talent dan ook wel binnen blijft? Want als je Precies. er dan eenmaal eentje hebt, dan komt die andere en dan komt die andere. Is daar nog een tip voor? Van hoe behoud je personeel? Want als er zoveel bedrijven failliet gaan, dan kunnen ze het ook elke maand zelf weten of ze misschien naar een ander bedrijf overstappen. Ja. Nee, vind ik heel belangrijk. Hè. Dus we waren net, het is wel moeilijk om talent aan te trekken, maar je moet er dus zorgen dat ze ook binnen blijven. Hè. Dus geef ze ook verantwoordelijkheid. Hè. Laat ze meedenken met de toekomst van het bedrijf, maar durf ook als ondernemer dan zo iemand ook verantwoordelijkheid en ownership te geven om zo'n initiatief dan groter te maken. En dus niet op zijn nek te zitten en niet steeds te controleren als manager? Mm-hmm. Ja, dat sowieso denk ik. He, dus, want daarmee groeien eigenlijk die mensen weer mee met dat nieuwe initiatief. He, veel MKB-bedrijven zijn ook relatief klein. He, dus soms kan het ook zo zijn dat zo'n jong iemand denkt, ik kan er één stap maken en dan. He, terwijl je eigenlijk als ondernemer die mensen wel binnen wilt houden. Dus geef ze dan ook die ruimte om zichzelf te ontwikkelen. In dat nieuwe groeipad bijvoorbeeld. He, want daarmee geven ze ook een toekomst binnen het bedrijf. En uiteindelijk kunnen ze dan ook echt zichzelf gaan ontwikkelen. Dus dat is dus nog minder hiërarchie dan er nu al is? Ja, ik denk het wel. Hè. Dus je zult uiteindelijk moet je een visie neerleggen waar je met z'n allen naartoe gaat. En binnen die visie, binnen die randvoorwaarden eigenlijk waar je naartoe gaat binnen met je bedrijf. Ja, wil je zoveel mogelijk autonomie en mensen empoweren om eigenlijk zelf initiatieven te gaan nemen. Hè. Zo stimuleer je ook ondernemerschap onder je medewerkers. We gaan het ook even over geld hebben. Er is een vraag van Yvette. Ja, die Nederlandse groeibedrijven, komen ze wel makkelijk aan financiering? Ik weet, zegt ze dat bij Techniep, dat het beter kan. En Meini zei dat al, hè? Het is best wel lastig. We hebben ooit 20 jaar geleden volgens mij afgesproken in Europa dat er 3% van het binnenlands product zou moeten worden gereserveerd voor onderzoek en innovatie. Nou, daar komen we al niet aan. Helaas, maar hoe is dat binnen bedrijven en hoe kom je dan aan geld als je echt een heel goed idee hebt waarvan je denkt, ja, dat willen mijn klanten hebben? Het is echt ontzettend lastig. En Nederland is niet het enige land, hè. Laten we dat ook even gezegd hebben. Dus het is een algemene tendens dat het ontzettend lastig is om als, zeker als starter, maar ook gewoon MKB-bedrijf en ook als je al 20 jaar bestaat, om financiering te krijgen voor iets nieuws. Dus en dat heeft ook wel, we hadden het er net over digitalisering. Maar ik heb een stuk hardware, een computerverwater unit of iets dergelijks. En ik wil daar een dienst van maken. En dan ineens ga ik maandelijks betalen. Maar dat betekent dat dat andere wel op mijn balans blijft staan. En dan is het zo lastig om bij een bank je financiering te halen om dit soort nieuwe initiatieven ook echt in de markt te gaan brengen. En het gaat niet alleen om het bedenken van iets, maar ook werkelijk tot product maken en je marktafzet vinden, dan begint het pas. Hè? Dat maar is dat lastig. Omdat de banken hebben natuurlijk door die kredietcrisis en hebben ze allemaal nieuwe eisen gesteld aan de banken, dat ze veel meer buffers moeten vasthouden. Hebben jullie daar als ondernemer last van in die zin als je wil investeren? Ja, ontzettend veel last van. Er is ook uit het rapport zal dat ook wel blijken, maar dat is ook uiteindelijk iets wat de conclusie is geworden na de gesprekken en de onderzoeken die er gedaan zijn, vanuit het comité ook vandaan geïnitieerd, is dat de banken eigenlijk tot 1 miljoen niet graag willen financieren en eigenlijk tot 5 miljoen ook niet. Want het is gewoon te duur voor de bank om dat te doen. Dus er zal echt een alternatief moeten komen in Nederland. Want ook niet iedere ondernemer zit erop te wachten om met equity aan de gang te gaan. Want er komt wel iemand in jouw bedrijf die vooral wil verdienen met het geld wat hij heeft ingelegd. Dus iemand die wil verdienen van geld, hè, dus geld van geld wil maken, heeft een andere passie in zijn leven en een missie dan die ondernemer die gaat voor zijn klanten. En die generatielang het bedrijf wil houden. Dus je krijgt een heel raar invloed in jouw onderneming als je van dat soort... Justine, dat lijkt me inderdaad een hele lastige... Hoe kom je aan geld en blijf je gezond? Want je wil geen kapitaalroof laten plegen door een andere partij die helemaal geen hart voor de zaak heeft. Dat snap ik. Nee, dat klopt inderdaad. Het klopt inderdaad dat banken trekken zich steeds verder terug eigenlijk van die MKB-markt. Met name als het gaat om financieringen tot 5 miljoen. Er komen wel weer nieuwe partijen voor terug, denk ik. Maar dat kost een tijd. Hè. Dus je ziet wel nieuwe verdienmodellen ook daar ontstaan. Waar eigenlijk op basis van algoritmes wordt bepaald of dat bedrijven financiering krijgen, ja of nee. Ik zie inderdaad ook aan de algoritmes? Andere... Dus geen maatwerk? Niet iemand die kijkt... Nou, dat kan ook een soort maatwerk zijn, maar die kunnen zeg maar in een paar minuten bijna beslissen op basis van data die je aanlevert als MKB'er. Of dat je wel of niet de financiering krijgt.
Dus dan praat je natuurlijk over hele andere kosten dan bij een meer traditionele bank. Dus het is niet meer zo dat je naast iemand zit en zegt, kijk, dit is mijn fantastische plan en wat denk je ervan? Zo gaat dat niet. Dus nee, zo gaat dat niet. Het is een computer die het beoordeelt. Uiteindelijk wel, ja. Dus op basis van datapunten. Daarnaast heb je ook wel verhalen dat geld tegen de plinten aan klotst soms. Ja. Als het gaat om potentiële investeerders. Hè? Maar dan heb je inderdaad die dynamiek van, wil je uiteindelijk ook zeggenschap afstaan aan potentiële investeerders? En ik denk dat je daar ook heel goed moet kijken van wat is nou die lange termijn ambitie van die investeerder die eventueel wil instappen in mijn idee. Ja. He, en strookt dat met de visie die ik heb met mijn bedrijf. Ja. En als je daar een match kan vinden, denk ik echt wel dat het kan werken. Dus gewoon wel aan de keukentafel heel goed overleggen met zo iemand. En dan kan het wel werken dus om met een private partij. Ja, zeker als ze dezelfde soort ambitie hebben. He. Meer voor de lange termijn. Want inderdaad, als het alleen maar om korte termijn geld verdienen gaat, ja, dan gaat dat niet werken. Zeker niet bij MKB-bedrijven, want die hebben gewoon een lange termijn focus. Ja. Maar ik zou op zich ook wel MKB'ers willen stimuleren om dat gesprek eens aan te gaan met de investeerders. Hè? Je leert er ontzettend veel van. Ja. Dus dat is zeker zo. Dat heb ik ook zelf meegemaakt. Maar je leert echt heel veel van dit soort gesprekken. Want je leert je eigen onderneming veel beter waarderen. Zoals een ander daarnaar kijkt. Hè? Dus een ander kijkt anders naar jouw bedrijf. Dus het is ontzettend leerzaam om zo'n gesprek aan te gaan. En wat je op dit moment ook veel meer ziet, is dat familiebedrijven beginnen te investeren in andere familiebedrijven. Dus er zijn ook fondsen vanuit familiebedrijven vandaan. Wauw. Ja, wat voor leuk. Familiebedrijven. Nee, zeker. En dan heb je in ieder geval een beetje, dan heb je wel wat meer dezelfde cultuur. Ja, ik denk ook op de langere termijn zou het mooi zijn natuurlijk. Hè? Dus de meest succesvolle ondernemers van vandaag, dat die gaan zorgen voor de generatie van de toekomst. Hè? Dus niet alleen maar door geld, denk ik, maar ook. Net als jij, je hebt zoveel ervaring opgedaan in het runnen van een bedrijf. Hè? Van een MKB-bedrijf naar 600 man. Daar zit zoveel mooie ervaring en competenties in. Dus als jij dat ook weer kan overdragen aan de volgende generatie. Nou, laten we nou elkaar gaan luisteren. Ja. En ik vond het heel erg leerzaam. Ik heb van jullie gehoord dat je zelfs bij het onderwijs kan beginnen. Bij het basisonderwijs kan beginnen. Dat je met je klant moet praten, met je investeerder moet praten. Met je conculega's moet gaan praten. En dat er dan zelfs ook voor bedrijven die nu zitten te sippen, nog hoop is. Zeker. Nou, dat vind ik een heel mooie boodschap. Ik wil jullie hartelijk danken. Hoogleraar Justin Jansen. En CEO Meini Prins, fijn dat je er was. En ook nog Peter Heijn van Mulligen. En ook CBS dat wij hier gastvrij zijn ontvangen. Dank voor het kijken naar dit webinar. En ik hoop heel graag tot een volgende keer. Dag.